Een nieuw $10 miljoen project, gefinancierd door Canada en uitgevoerd door de FAO, is gelanceerd om boeren in 8 Caribische landen, waaronder Suriname en Jamaica, te ondersteunen. Het 4-jarige project richt zich op klimaatslimme landbouw en economische groei, met speciale aandacht voor vrouwen en jongeren. Het bevordert klimaatslimme technologieën en publieke-private samenwerkingen. In het kader van het Erasmus Plus-programma zijn het Nationaal Archief Suriname, de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Universiteit Leiden een 3-jarige samenwerking gestart. Deze samenwerking richt zich op decoloniale benaderingen van archieven. Werksessies, geleid door Rita Chin Fu en Dr. Karwan Fata, trainen NAS-medewerkers in het herinterpreteren van koloniale archieven. Het project, voortgezet door andere academici, focust op publieksgeschiedenis en het toegankelijk maken van archieven. Leerlingen van OS Rijsdijk kunnen weer gebruik maken van de speeltuin die gisteren na een jaar heropend is. De renovatie werd mogelijk gemaakt door buurtbewoners en een bijdrage van 10.000 SRD van het kabinet van de president en het Nationaal Jeugdinstituut. Het schoolhoofd en initiatiefnemer hopen op verdere overheidssteun voor meerdere renovaties, terwijl de regering al bezig is met een landelijk renovatieproject voor 144 scholen.